Goedemorgen. Is het nog ochtend? Ja. Aan tafel! Yes, Menno heeft al gezegd, je mag wat lekkers pakken. Maar aan tafel, dat is toch wel een zin die in ieder geval in ons huis vrijwel dagelijks in het trapgat klinkt. En soms heel hard. En dan zeg ik wel eens van, pas op, straks komen de buren ook nog mee eten. Maar hoe snel de kinderen komen, dat hangt alles af van hoe het, wat er op het menu staat of wat er voor geuren uit de keuken komen. Aan tafel. Samen tafelen, ik ben er zelf wel echt mee opgegroeid. Het was een moment dat we gewoon samen 's avonds aan tafel aten. En een sociaal moment. En ik merk nu als moeder van 3 kinderen en getrouwd met Menno, dat wij het weer doorgeven. Dat we er waarde aan hechten om samen te tafelen. En een moment op de dag te nemen dat we samen zitten, samen eten. Dat iedereen even zijn verhaal kan doen en dat we naar elkaar luisteren. Helaas roept het niet bij iedereen misschien prettige herinneringen op. En kan het bij iemand anders dat je misschien zegt samen aan tafel, kan jij heel leuk en sociaal brengen. Maar niet voor iedereen is het een moment geweest of nog steeds dat het nou iets heel gezelligs bij je oproept. Maar dan wil ik je vandaag geruststellen. Want de setting zoals die hier is neergezet en het thema samen aan tafel is in eerste instantie bedoeld als een ontmoeting met Jezus. Want als Jezus aan tafel komt, dan wordt alles nieuw. Als Jezus aan tafel komt, dan ontmoet hij ons. Dus laten we samen aan tafel vandaag zijn om hem te ontmoeten, om te ontspannen, je hart te mogen openen en te ontvangen datgene wat God vandaag voor jou heeft. Als ik kijk naar Jezus, als ik lees in de Bijbel, dan zijn er veel momenten die ik zie in de Bijbel dat Jezus met mensen aan tafel zat. Hij bracht eigenlijk best wel veel tijd door aan tafel. Als we in de evangelie kijken, dan staat er veel tafelmomenten beschreven. En in eerste instantie moet je dan denken aan tafelen met zijn vrienden. Jezus aan tafel met zijn discipelen. En samen eten en ze vragen alle van alles en Jezus vertelt van alles. Maar er staan ook verhalen in de Bijbel dat Jezus aan tafel ging met de tollenaars. Ofwel degene die achter je geld aan zitten. De belasting aan je tafel. Of aan tafel met de fariseërs, schriftgeleerden, de wijzen uit de synagoge. Ofwel degene aan tafel zitten met mensen die kritische vragen stellen. En die kijk maar naar het plaatje rechtsboven. Nou, niet echt heel gezellige tafelsfeer, zo van nou, laten we gezellig samen tafelen. Nee, er worden allemaal kritische vragen gesteld. Jezus ging aan tafel met zondaars. Mensen die dingen verkeerd hadden gedaan. Ofwel aan tafel met degene waar iedereen een mening over heeft. Waar mensen wat van vinden. En denken, wat doe jij nou met die aan tafel? Stel je werkelijk je huis open voor diegene? Of durf je over de drempel van het huis van hem of haar te gaan? Jezus ging aan tafel. En Jezus ging aan tafel op een bruiloft. Waar veel te veel wijn werd gedronken. Maar hij was er wel. Interessant. Jezus, de plekken die hij uitkoos om aan tafel te gaan. Samen aan tafel is vaak ook een moment van dankzegging. Heere, zegen deze spijzen, amen. Dat is het gebed dat velen wel kennen. En wat goed is, want het is een moment van stilstaan. Heere, zegen deze spijzen, wat is spijs ook weer? Eten. Amen. Er zitten veel krachtige woorden in. Wat betekent ze eigenlijk? Of, zoals ik vorige week bij Kerk voor Kinderen vertelde, een meisje. Ik vroeg van, joh, wie heeft er wel eens gebeden? Gewoon praten met God, wie durft dat hardop? Ja, dat doe ik wel aan tafel. Als we dan gaan eten, dan mag ik bidden en dan ga ik danken voor het eten. Praten met God. Bij ons in huis wordt de zin ook wel eens gebruikt, zeker als we frietjes eten. Heer, ik hou het kort, zegen alles op een bord.
Dank u, Heer, voor patat. Ja. Maar zegen alles op mijn bord. En Heer, een zegen deze spijzen. Amen. God zegen vragen. Heer, zegen. Ik was op zoek naar dat woord zegen. Wat betekent het nou? En ik las een interessante uitleg en daar stond God groot maken. Uiteraard is dat maar één uitleg van het rijke woord zegen. Er zijn zoveel uitleggen over te vinden. Zijn aanwezigheid, zijn volmaaktheid, zijn liefde die hij wil geven, zijn aanwezigheid. Maar ik las ook God groot maken. En dankbaar zijn om zijn grootheid. Elkaar zegenen en de ander groter maken in alles wat God al in hem of haar heeft gelegd. Als Jezus zijn zegen uitspreekt over het eten, dan wordt het een aanwezigheid van God. En als ik kijk naar één vrouw in de Bijbel, dan is waar Jezus zijn zegen uitsprak, daar werd wel heel groot gemaakt. En we kijken naar een video van een Bijbelverhaal van de 5 broden en de 2 vissen. En hij gaat zo aan en ondertussen mag je dan stiekem nog wat lekkers pakken van tafel. Ja, de video mag aan. Daarna ging Jezus naar de andere kant van het meer van Galilea. Een menigte mensen volgden hem, omdat zij zagen dat hij de zieken genas. Jezus liep de heuvel op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was vlak voor Pesach, het Joodse paasfeest. Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen wij brood vandaan halen om die mensen te eten te geven? Niet dat Jezus eten wilde kopen. Hij was iets anders van plan. Hij was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden. Filippus zei: al kopen wij voor 200 zilverstukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven. Andreas, de broer van Simon Petrus, mengde zich in het gesprek. Hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 gedroogde vissen heeft. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei tegen zijn leerlingen: laat alle mensen in het gras gaan zitten. Toen bleek dat er alleen al zo'n 5000 mannen waren. Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, dankte God ervoor en begon het brood uit te delen. Met de vissen deed hij net zo. En iedereen kon naar behoefte eten. Toen de mensen verzadigd waren, zei Jezus tegen zijn leerlingen: er is nog heel wat over. Haal het op, want er mag niets blijven liggen. De leerlingen hadden 12 manden nodig om het overschot op te halen. Het drong tot de mensen door dat hij iets geweldigs had gedaan. Ja, zeiden zij, hij moet de profeet zijn die in de wereld zou komen. Omdat Jezus merkte dat de mensen hem wilden dwingen hun koning te worden, ging hij alleen de bergen in. Johannes 6, het verhaal zoals het hier verteld wordt, staat bijna helemaal letterlijk zo op die manier ook in de Bijbel. Het grappige is dat ik er vind, het viel mij op toen ik het een paar keer las, dat hij dus echt zegt, van dat Jezus zegt: ga maar in het gras zitten. En dat hij dus naar Filippus vroeg en hem uitdaagde en Andreas kwam een oplossing. Meer dan 5000 man, want er worden de mannen genoemd en erbij nog vrouwen en kinderen aan tafel. Kon ook anders opgelost worden. Jezus had ook kunnen zeggen van: ga maar allemaal naar huis of wacht nog even, ik vertel jullie wat en dan gaan jullie thuis eten. Of hadden de mensen niet makkelijk gewoon allemaal, net als dat slimme jongetje, gewoon zelf een mand met eten mee kunnen nemen. Ze wisten toch het uur van de dag. En ze hadden toch zelf even voor eten kunnen zorgen. Nee, Jezus had een plan. Jezus had al lang bedacht wat hij ging doen die dag.
En een ander bijzonder detail in het verhaal is dat er staat, het was vlak voor het paasfeest. Pesach. Pesach, het paasfeest. Dat is hetzelfde. En toch, als we aan het paasfeest denken, denken we misschien niet per se aan Pesach. Er zijn zoveel woorden in de Bijbel die we wellicht niet eens meer begrijpen. Wat is ook weer Pesach? Wat is zegen? Wat betekent amen eigenlijk? En wat is de Sabbat? Woorden die wel voorkomen in de Bijbel en waar ik ook voorzichtig in ben om ze uit te leggen, want ik weet er nog veel te weinig over. Maar ik keek ook terug naar de preek van Wietse, waarin hij aangaf van, hey, weten we nog wat het betekent? Weten we nog wat Jezus deed en waarom? Weten we nog waar hij naar refereert? Weten we wat er in de Bijbel staat? En het Griekse en het Hebreeuws denken. En als je hier induikt, en het is echt interessant om gewoon eens te gaan zoeken van, wat is dat dan? Waar hebben ze het nou steeds over met dat Grieks en Hebreeuws denken? Maar dan valt het mij op en dan ontdek ik dat we in onze maatschappij zo druk zijn. En dat alles maar doorgaat. En dat we echt de oorsprong van wat Jezus bedoelt met rust en het woord vrede en Sabbat, dat we het soms niet eens meer weten. Het oorspronkelijke plan wat God heeft voor de mensheid, voor jou en voor mij. Nou, wie vindt Bijbellezen soms wel een beetje moeilijk? Mag je eerlijk toegeven, ik vind het soms wel heel moeilijk. Ik ga een paar vingers omhoog. Denk, moet ik dat nou toegeven? Nou, ik vind Bijbellezen soms wel echt moeilijk. Moeilijke woorden, moeilijke verhalen, moeilijke uitleg. Snap ik nog wel de verbanden? En ik ben zelf begonnen afgelopen weken gewoon weer ook het Oude Testament te lezen. Maar niet zonder hulp toe, want ik heb gevonden de Bijbelproject.com. En waarom vertel ik dat nou in een preek? Nou, omdat ik er zelf zo enthousiast over ben. En uiteindelijk, ik sta hier niet een verhaal te vertellen om jullie allemaal een mooi verhaal te vertellen. Nee, we staan hier elke zondag opnieuw en opnieuw om het levend woord van God beter te begrijpen. En door te geven. En stil te staan. Wat heeft God verteld? Wat gebeurt er? En te begrijpen wat het levend woord van God betekent. En Bijbelproject.com, kan het in het Nederlands of in het Engels kijken, heeft gewoon heel veel video's die heel veel uitleggen. En ik ben begonnen bij het Oude Testament en zo kwam ik ook bij Pesach. En als ik paasfeest zeg, dan denk ik eigenlijk alleen maar aan dat Jezus kwam met Pasen en hij is gestorven en opgestaan. Maar als ik Pesach zeg, dan gaan we terug naar Egypte. Het moment dat het volk het bloed van het lam aan de deurpost moest smeren, zodat er leven zou zijn. En toen kwam Jezus, het paasfeest. En Jezus werd zelf het lam. Ik ben erop aan het kauwen. Als we het hebben over tafelen, als we het hebben over de Bijbel snappen, dan wil ik geen melk, ik wil vlees. Dat staat ook in de Bijbel. We zullen geen melk blijven drinken, maar zullen we vlees eten. Als we aan tafel gaan, als Menno een restaurant mag kiezen, dan zou het aan hem ligt een vleesrestaurant. We gaan niet melk drinken. Nee. Terug naar Johannes 6. Jezus zag de hoeveelheid mensen en hij daagt Filippus uit. Filippus, denk even aan een team van mensen wat je zelf misschien wel hebt, of je klasgenoten, of je mensen die je kent. Filippus is, als ik het zo lees, was iemand die hield wel van cijfertjes. Want zijn reactie is, ik tel de centen en ik zie hoeveel er is. Dat kan nooit genoeg zijn voor al die mensen om brood te kopen. Zijn logica, goede logica. Dan komt Andreas, de enthousiast, bij. Filippus staat net te vertellen, hè, van nou, zo en zo en zo. En Andreas die komt erbij, ik zie wel een oplossing. Misschien dacht Filippus wel, irritant, ik heb toch net gerekend, het kan niet. Maar Andreas, die ziet wat er wel is. Maar komt dan eigenlijk ook al heel snel tot een conclusie, maar dat kan nooit genoeg zijn.
Er is hier wel een jongen met 5 broden en 2 vissen. En dat jongetje, daar staat eigenlijk niet zoveel over. En stel je voor, jongens hier in de zaal, dat jij hier dus tussen al deze mensen, je bent misschien wel 10 of 12 jaar, misschien ben je pas 8 jaar. En jij hebt tussen al deze mensen die hier vanochtend zitten, als enige eten mee. En we gaan helemaal door tot vanavond. En Andreas, die zag wat er wel was. Het kan zijn dat Andreas misschien wel naar jou toe kwam en zegt, kom maar jongen, kom maar, we gaan naar Jezus toe. Of misschien heeft dat jongetje zelf wel initiatief genomen. Zo van, nou, ik heb toch 5 broden en 2 vissen. Ik geef wat ik heb. Deel het maar uit. En daar is Jezus. En die raakt niet in paniek. En die zegt, ga jullie maar allemaal even lekker in het gras zitten. En Jezus dankt voor hetgeen wat er is. En hij deelt uit van wat hij geeft door Gods grootheid. Door zijn zegen wordt het eten vermenigvuldigd. Er is meer dan genoeg. En Jezus laat niks verloren gaan. Er is meer dan genoeg door Gods grootheid. En is dat iets wat we vandaag in ons leven ook nog kennen? Dat er meer dan genoeg is. En niet alleen in eten. We hebben het gehad over de voorraadschuren. En er is verteld net ook dat er niet genoeg is. Maar dankzij het delen is er wel genoeg. Maar niet alleen het gebied van eten, maar ook in energie. Of je kennis om te moeten leren. Misschien heb je wel eindexamen dit jaar. Of moet je weer naar je werk, of moet je weer thuis in quarantaine het helemaal opbrengen om het weer te zorgen en alles tegelijk te doen. Is er genoeg? Jezus wil genoeg geven en hij wil zelfs niks verloren laten gaan. En als ik denk aan die mensen allemaal in het gras, dat Jezus zei, ga maar even zitten in het gras. En in de video zag je het eigenlijk ook al een beetje. Zitten ze allemaal nog individueel in het gras? Te wachten, wat gaat er gebeuren? Misschien hongerig, misschien een beetje schrijnig, nieuwsgierig. Ieder op zijn eigen plekje, met zijn eigen gedachten, nog niet samen. Maar toen Jezus al dat eten gaf, en er bleek zoveel te zijn, dan beeld ik me zo in dat het niet anders kan, dat er een samenhorigheid ontstond. Dat er vreugde ontstond. Dat de mensen spontaan opeens samen in kringen gingen zitten, jong en oud, alles dwars door elkaar. Een hand door een krullenbol en een opa die eentje op schoot neemt. Misschien eentje die je helemaal niet kent, of waar je eerst helemaal geen relatie mee had. Iedereen komt opeens samen. Want Jezus gaat uitdelen. Jezus gaat geven. Zijn grootheid vult het hele veld, de hele zaal. En het is niet meer ik alleen. Het is niet meer individueel, maar het is samen. Overvloed. Samen lachen, jong en oud, dwars door elkaar. Als Jezus aan tafel komt, dan is alle ongemakkelijkheid en afwachtendheid opeens verdwenen. Maar hoe werkt dat dan vandaag de dag? Als je wilt delen, is er wel genoeg om te delen. Als jij op school iemand is zijn broodtrommel vergeten en dan heb jij die lekkere boterham met chocopasta of wat je ook het allerlekkerste vindt, is er genoeg om te delen. Wil je wel delen? Passen we theorieën toe? Berekenen we het geld? Of er genoeg is? Gaan we misschien solo functioneren als we merken dat er niet genoeg is en dan kregen we het wel weer? Ik ga wel harder werken, ik ga wel zorgen, ik ga het wel regelen. Krijgen we discussie over hoe het moet, hoe we kunnen zorgen dat er wel genoeg is? Focussen we rationeel? Zeggen we misschien wel, weet je, ik ga wel naar huis, dan regel ik het daar. Het is ongemakkelijk. Rationeel of zegen vragen? En Jezus wil meer dan genoeg geven. En hij zat letterlijk met vele mensen aan tafel. Maar waarom? Omdat hij kwam om mensen bij elkaar en bij God te brengen. In zijn grootheid.
op zijn manier van denken en zijn waarheid. En hij wil ook jou inzetten voor zijn plan voor vermenigvuldiging. Verderop in Johannes 6 blikt Jezus terug. En ik daag je uit om thuis Johannes 6 ook gewoon nog eens te lezen. En dan kijkt Jezus terug ook naar het Oude Testament. Naar de manna die hij gaf in de woestijn. En ook daar gaf God zijn volk al te eten. En ook in Johannes 6 zegt Jezus verderop: ik ben het brood dat leven geeft. Dus Jezus zegt: eet niet meer van wat je ziet, wat je hebt. Maar Jezus zegt: ik ben het brood dat leven geeft. Eet van mij. En ik wil gewoon bidden deze ochtend dat dat tot ons door gaat dringen. Heer, als we hier zijn en als we het hebben over delen en vermenigvuldigen. Heer, u zegt het in uw woord: ik ben het brood dat leven geeft. Heer, dan bid ik, Heer, wilt u ons hongerig maken? Naar u, Jezus. Heer, wilt u ons helpen om ons rationeel denken aan de kant te zetten. En niet te kijken, Heer, op wat er misschien net is of wat er niet is, of te rekenen. Heer, maar te eten van u, Jezus. Heilige Geest, vul ons. Dit moment, Heer. Maak ons hongerig naar u. In Filippenzen 4, vers 13, kinderen, staat: ik ben in staat alles te doen door Jezus die mij daarvoor de kracht geeft. Bij de Kerk van Kinderen zijn we deze tekst aan het oefenen. Ik ben in staat alles te doen door Jezus die mij daarvoor de kracht geeft. Niet mijn kracht, maar de kracht van Jezus. Zijn zegen, zijn grootheid in jou en in mij. En naast Johannes 6 lees van de week ook gewoon Filippenzen 4 nog eens. Zo mooi allemaal. En misschien denk je vanochtend wel van: oh, dat is zover als je mij kent. Dat is typisch Bianca om dan de zaal lekker om te bouwen, tafels neer te zetten en het allemaal leuk te maken. En eventjes net even dat een bloemetje en een dingetje. En ja, dat doe ik graag. Ik hou ervan om alles even op zijn kop te zetten. Maar er zit wel meer achter dan gezelligheid. God heeft een passie in mijn hart gelegd. En die passie die heeft te maken met mensen samenbrengen. En de passie om eenheid. En de passie om bruggen te bouwen tussen de generaties. En elkaar echt te zien. En niet individueel te zitten, maar samen te komen. En de passie van mensen in hun kracht zetten. Hoe jong of hoe oud je bent. Maar jarenlang peuterjuf geweest. En de peuter zo in hun kracht zetten. Ja, dit kan jij. Of wat goed gedaan. Maar bij elke leeftijd. Mensen in hun kracht zetten. Elkaar zien. En als die passie in me oplaait, dan is het niet meer zo schattig. Komt er een vuur van God. En een passie maakt dat je ook ergens om kan huilen. Dat je kan voelen. Het vuur van God. Honger. Heer, ik wil meer. Heer, ik wil niet schattig. Ik wil passie. Ik wil uw vuur, Heer. Ik wil samen. Ik wil eenheid. Heer, breng het, Heer, omdat u het kunt. Alleen zoals u dat kunt. En als ik rationeel had gedacht van vanochtend, dan had ik hier helemaal niet gestaan. Want we hadden al een paar maanden geleden een heel mooi team bij elkaar die het allemaal met elkaar ging bewerkstelligen. En toen moest de datum verplaatst worden. En toen werd de helft, meer dan de helft van het team zit in quarantaine. En wat dat betreft was het dus helemaal niet mogelijk in die zin om het uit te voeren. En als ik naar mezelf kijk, dan dacht ik: nou, heb ik wel genoeg te geven. Laat maar, als het toch moet verzet worden, dan kan ik net zo goed skippen.
Dus menselijk gedacht, heb ik dan wel genoeg om te geven? Durf ik dat wel? Heb ik geloof? Maar met Gods kracht in mij geeft hij meer dan genoeg. En vanochtend weet ik dat Jezus hier is. En we zitten met velen hier, ook in de zaal. En je kan je zo met de tafels ertussen voorstellen dat we hier zitten. En stel je voor dat Jezus gewoon hier is. En dat hij staat te vertellen uit zijn woord. Zijn waarheid staat te verkondigen. En op een gegeven moment duurt het lang en denk je, nou, ik heb misschien wel honger. Of je zit alleen. En als we dat omturnen naar het geestelijke kijken. Niet het menselijke kijken, maar het zien wat God ziet. Als Jezus zegt, ik ben het brood. Eet van mij. En als ik net bid, Heer, geef me honger naar u. En stel je voor dat je gewoon zit in het gras. En Jezus gaat uitdelen. Zit je in het gras met een gevoel van, nou, een beetje ongemakkelijk, ik ga wel naar huis. Of zit je in het gras met honger, maar als Jezus bij jou langskomt en jou eten wil geven, kun je het dan ontvangen, kun je hem aankijken en ontvangen wat hij je wil geven. Laat je het voorbij gaan of zit je met honger en zeg je, ja, hier, kom maar, ik wil eten van u. Acht je jezelf waardig om te ontvangen? Velen van ons kunnen nog wel Jezus ontvangen gewoon van, oké, Heer, ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gegaan en ik heb me bekeerd en ik hier zijn mijn zonden, Heer, en maak mij vrij. En dat is fantastisch. Maar Jezus wil zoveel meer geven. Hij heeft een mantel voor jou en mij. Hij heeft levend brood voor jou en mij. Hij zegt, er is meer genoeg, meer dan genoeg voor jou en mij. En er mag niks verloren gaan. Een passie. En ik wil gewoon vragen om je ogen even te sluiten. En Menno, of jij bij mij kan staan. En Heer, ik dank u, Heer, dat we hier alle mogen zitten. Heer, en ik bid op dit moment, Heer, als we ons inbeelden dat we hier in het gras zitten. Verlangend, Heer, naar dat u geeft, dat u vermenigvuldigt. Dat u vuur geeft van uw Heilige Geest. Heer, dat u ons hongerig maakt. Heer, ik bid, Heer, dat alle ongemakkelijkheid verdwijnt in Jezus' naam. Heer, dat onze honger zo groot zal zijn en zo groot zal aanvuren, Heer, dat we niet anders kunnen dan op dit moment zeggen, Heer, hier ben ik, Heer. En vul mij, voed mij. Heilige Geest, kom met uw kracht die al ons verstand te boven gaat. En ik geloof dat er op dit moment mensen zijn die hun passie zijn kwijtgeraakt. Dat je hier zit en zegt, ja Bianca, dat is allemaal heel leuk wat je vertelt. En ik heb heel vaak wel geprobeerd te eten van Jezus. En mij te vullen met de Heilige Geest, maar mijn passie is verloren. Ik weet niet wat dat is. Spreek het uit op dit moment naar Jezus en zeg, ik heb honger. Vul mij, Jezus. En ik geloof ook dat hier vanochtend mensen zijn die zeggen van, ja, wat nou samen, ik voel me alleen. En je weet helemaal niet hoe tekort ik heb. Heer, ik bid op dit moment, Heer, ook daarin, Heer, u aan de Heilige Geest die ons zo door en door kent. Uw aanwezigheid. En uw liefdevolle omarming en uw kracht aan te vuren, Heer, in ieder van ons. Heer, waar onze kracht op is, dat we kunnen zeggen, hier ben ik ben helemaal leeg. En ik sta hier helemaal met lege handen.
Ik heb mijn eigen brood niet meegenomen. Ik heb geen eten. Ik durf het eigenlijk niet te ontvangen. En open je handen maar en zeg, hier ben ik. Juist omdat ik niks heb. Juist omdat ik alles gewoon voor niks acht en teruggeef aan u, Jezus. Heer, vul mij opnieuw met uw kracht. Geef me honger en dorst naar meer en meer van u. Jezus.